Wat er in het lichaam gebeurt bij een crisis, is dat dus de gesikkelde rode bloedcellen vastlopen in de kleine vaatjes van de botten. En die crisis zitten heel vaak, dat gaat dan gepaard met pijn door een gebrek aan zuurstof. En dat gebeurt juist vaak in de botten, omdat in je botten het bloed wat langzamer stroomt. En als het wat langzamer stroomt, dan raakt het zijn zuurstof kwijt. Dan krijg je dus een lage zuurstofspanning en dan gaan ze sikkelen. En dan lopen ze vast. En dan krijg je een soort ontstekingsreactie door dat vastlopen. Er wordt van alles aan ontstekingsstofjes geactiveerd rond dat bloedvat. En dat maakt het eigenlijk alleen nog maar erger. Dan blijven er nog meer sikkelcellen haken of vastlopen. En dat leidt dus tot hele erge pijn in het bot. Dat is vaak in de rug kan het zijn, in de onderrug, in de bovenarmen, bovenbenen. Dat is eigenlijk de plekken waar het meest, of op het sternum, op het borstbeen, bij de ribben komt ook wel voor. Dus zo gaat dat dan.